Goedenavond, het is vrijdag 2 juli, 9 uur. U bent aanwezig in de balie. We doen het vanavond zonder intro. En deze avond gaat over het leven en werk van G.L. Deurlagge. Naar aanleiding van de 25e sterfdag van Deurlagge. En ook naar aanleiding van de uitgave, of de heruitgave zou ik moeten zeggen, van het boek Strepen aan de hemel en andere oorlogsherinneringen, uitgegeven door Querido. U zult vanavond vrijwel de gehele familie Deurlagge te zien krijgen. U krijgt filmfragmenten te zien. U krijgt een gesprek te horen en te zien. En wij beginnen vanavond met een van de dochters van G.L. Deurlagge, die deze avond zal openen. En ik heb haar gevraagd hoe zij zou willen worden voorgesteld. En zij antwoordde: stel mij gewoon voor als Ganna Deurlagge, de jongste dochter van G.L. Deurlagge. Dus bij deze, Ganna, ik wil je vragen om naar voren te komen en de avond te openen. Nou, welkom allen. Leuk dat jullie er zijn. Mooi, bijzonder. Mooie gelegenheid. En heel veel dank Querido ook voor het uitbrengen van zijn boek in een mooie nieuwe vorm. Daar ben ik heel trots op. Dus ik ben blij dat ik hier ook mag zijn en dat jullie er zijn. Ik zal het heel kort houden. ik ben de jongste dochter van Gerard Deurlagge, dat hebben jullie inmiddels al begrepen. Mijn vader was niet van nature een schrijver. Ik kende hem als iemand die, toen ik op de lagere school zat, geheimzinnig werk deed op het instituut, de universiteit. Wat hij daar deed, wist ik als kind niet goed. Wel dat er thuis boven in zijn studeerkamer naast studenten heel vaak studenten zaten. En dat ze altijd praten over mensen en hun ideeën. En dat het er altijd blauw stond van de rook, want er werd veelvuldig check gerookt toen nog. Mijn vader was een onderzoeker en een verhalenverteller. Maar tijdens zijn werkende leven als docent sociologie ging die verhalen altijd over anderen. Tot hij op een dag werd gevraagd twee belangrijke artikelen te recenseren van historici die kritische vragen stelden over feiten uit de oorlog. En opeens besefte hij dat alles wat hij over de oorlog las in feite over hemzelf ging. Hij had altijd om die hete brei heen gedraaid. Als kind, tot aan mijn middelbare schooltijd, wist ik niets over zijn eigen verhaal. Behalve dat er een groot geheim was thuis. Iets dat te maken had met wat hem als jongen van bijna mijn leeftijd toen was overkomen. Ik heb zelfs de sterkste herinnering aan mijn vader als beginnend schrijver op een camping in Frankrijk. Naast onze degelijke De Waard-tent, de Rolls-Royce onder de tenten, zat mijn vader op een ongemakkelijke kampeerstoel. En op die uitklaptafel, het is maar hoe je het ziet, bewerkte hij zijn schrijfblok met een degelijke vulpen. Mijn vader had altijd de beste spullen. De dichtst gebreide truien, de stevigste schoen. Alles moest bestand zijn tegen een volgende ramp, want de waakvlam bleef bij hem altijd aan. Het schrijfblok zou het boek Strepen aan de hemel worden. Die zomer, door ons soms grappend, ik heb deze grap al eerder gemaakt op zijn begrafenis, dus sommigen herkennen hem, hemel wat een strepen genoemd, door de vele verkennende doorhalingen. Er was een luik met glasheldere herinneringen opengegaan, vertelde hij soms. En mijn vader was vanaf die zomer schrijver. Eentje met altijd feiten als ruggensteun. Dit waren zijn wapens tegen de ontkenners en de vervalvers. De vulpen maakte plaats voor een elektronische typemachine en daarna volgde de Olivetti computer. De laptop heeft hij niet meer meegemaakt, want hij zou ongetwijfeld de allerbeste hebben aangeschaft. Vanavond gaan we het hebben over zijn boeken en nog steeds worden ze veel gelezen onder scholieren, maar ook volwassenen. Niet alleen omdat ze lekker dun zijn, dat is vooral bij de scholieren altijd handig, maar ook omdat zijn verhalen ons allemaal gaan overleven. Want hoewel zijn boeken zich afspelen in de donkerste tijd die we kennen, zijn ze ook menselijk, herkenbaar en fijn om te lezen. En dat heb je nodig voor een verhaal. Dank u wel. Dankjewel, Ganna. Het beeld van jouw vader zittend voor een De Waard-tent en schrijvend aan zijn boeken zal voor mij altijd lezing van zijn werk kleuren. Ik denk dat ik dat niet meer los kan zien, dat beeld van zijn werk. Dat is, dank je daarvoor. De volgende bijdrage
komt van Marcel Meuring, die het werk van Duurlacher zal duiden. Mag ik dat zo zeggen? Toelichten, die iets zal zeggen over het werk van Duurlacher. Marcel, ik zal je even voorstellen, als ik het niet goed doe, onderbreek mij en corrigeer mij. Marcel Meuring is geboren in 1957, hij is schrijver. In 1990 debuteerde hij met de roman Mendels Erfenis, waarvoor hij de Geert-Jan Lubbehuizen prijs ontving. Daarna werd het grote verlangen bekroond met de ACO Literatuurprijs en ontving hij de Gouden Uil en de Jonge Gouden Uil voor In Babylon. Recentere romans zijn Eden uit 2016 en Amen uit 2019, dat genomineerd werd voor de Boekenbon Literatuurprijs. In november van het jaar verschijnt Familiewandeling. Kun je daarmee leven met deze intro? Uitstekend. Ga je gang, het woord is aan jou. In een van de laatste telefoongesprekken die ik had met Gerard Duurlacher ging het vooral over de feit of fictie vraag. Een kwestie waar hij zich de laatste jaren van zijn leven veel mee bezig hield. De feiten had hij zo langzamerhand wel opgeschreven. De kwestie was nu, kon hij, mocht hij fictie schrijven? Aan dat dilemma lag de strenge ethiek ten grondslag die zijn werk tot dan had gekenmerkt. In zijn boeken over de oorlog, Streep aan de hemel, De Drenkeling, De Zoektocht, was alles meticuleus waar. Elk feit was onderzocht, elke herinnering was op de snijtafel gelegd en ontleed. Niets mocht geromantiseerd worden of gekleurd zijn. De inzet was groot en de marges die hij zichzelf toestond waren klein. Duurlacher schreef alsof een revisionist over zijn schouder meekeek, alsof de tekst kon dienen als bewijs in een rechtszaak. De kloof met fictie was intimiderend en hij aarzelde om de sprong te wagen. Hij had er moeite mee om zichzelf te beschouwen als de schrijver van een literair oeuvre. Wat hij had gedaan, zei hij, was eerder onderzoek, voortgekomen uit innerlijke noodzaak weliswaar, maar niet het gevolg van een creatieve drang. Een vreemde opvatting voor iemand die met Strepen aan de hemel geen studie met gegevens en voetnoten had geschreven, maar een diep doorvoelde tekst met een hoog literair gehalte. Jij bent schrijver, zei hij, ik moest. Toen ik hem vroeg wat het verschil was, lachte hij een beetje. Ik koesterde diepe bewondering voor Gerard Duurlacher als mens en als schrijver. Hij was goed gezelschap, ernstig en grappig. Hij is een van de weinige mensen aan wie ik nog vaak denk. Als schrijver was hij een monument. Ik was op zijn minst een beetje verlegen toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten. De voorpublicaties van Strepen aan de hemel had ik in de gids gelezen en ik was met stomheid geslagen. Ja, vanwege het onderwerp waarmee hij de kwestie aan de orde stelde van de geallieerde bommenwerpers die over het kamp heen vlogen om een verderop gelegen fabriek te bombarderen die van strategisch belang was, terwijl onder de witte condensporen duizenden gevangenen hoopten dat deze keer het kamp aan de beurt zou zijn. Daarom, maar ook vanwege zijn stijl, de vorm, de ingehouden woede die uitkristalliseert in pijnlijk zorgvuldige, haast beleefde zinnen. Ook zeer vanwege het beeld van die condensporen in de hemel als witte schapenwollen draden, zoals hij het omschreef, en waarmee hij de schuld en de onschuld van dat beeld even onnadrukkelijk als omineus bij elkaar bracht. Streep aan de hemel was een succes en een eye-opener. En nu bij herlezing valt op hoeveel vragen die Duurlacher stelde in dat boek onbeantwoord zijn gebleven. Het doet pijn om zijn opsomming te lezen van feiten omtrent de vernietigingskampen die al halverwege de oorlog bekend waren, zeker bij de powers that be en daar niet alleen. En toch steeds weer die mythe de kop op dat niemand van iets wist, dat het maar vage geruchten waren, ook al bezaten de geallieerde politici harde gegevens in de vorm van dikke dossiers met documenten. Net zoals het opnieuw pijnlijk is om de non-argumenten te lezen waarom de kampen niet gebombardeerd konden worden. Argumenten die bijna allemaal van quasi-technische aard zijn. Duurlacher somt ze op. Hij toont gegevens die het tegendeel bewijzen.
maar hij loopt niet vast in dat onderzoek. Integendeel, onder die wolk van gegevens, onder die witte schapenwolle draden, huist de ellende van het kampleven en sterven elke dag opnieuw, eindeloos en uitzichtsloos. Dat is de ellende waarin Deurlacher zich bevond, die hij tijdens het schrijven herbeleefde en die hij toont als een onwerkelijk soort onderwereld die het bevattingsvermogen te boven zou gaan als hij dat niet zo nauwkeurig en indringend verbeeld had. Het onnadrukkelijke schrijverschap van Deurlacher kent wat mij betreft een hoogtepunt in Niet Verstaan, zijn laatste boek, als hij zijn tijd als hospitant in Delft beschrijft. We zien de wanhoop en de eenzaamheid van de student Gerard Deurlacher vooral door de afstand tussen hem en de wereld. Een medestudent, een jongen die hij nog van voor de oorlog kent uit Rotterdam, spreekt hem aan, maar er wil geen contact ontstaan. Op zijn kamer zit hij te studeren en die studie lijkt vooral een overlevingsstrategie. Een manier om niet te hoeven herinneren en denken. Dan, op een avond, hoort hij een zacht schrapend geluid. Het duurt een tijd voor hij het muisje ontdekt dat aan een broodkorst knabbelt die op de grond is gevallen. Het diertje schrikt van zijn plotselinge beweging en vlucht en Deurlacher verkruimelt nog wat brood, ik citeer, in de hoop dat het kleine dier met zijn doorschijnende oortjes en roze staartpunt opnieuw de gevaarlijke tocht zal wagen. Hij blijft een half uur bewegingsloos zitten, met resultaat. Dat gaat een paar avonden zo en uiteindelijk verschijnt de muis zelfs met twee soortgenoten. De ontmoeting met die muis is een keerpunt. Hij maakt voor het eerst contact met een ander wezen, hoe klein en onbetekenend ook. Zijn bekommerdheid om een diertje leidt er zelfs toe dat hij een kamer kwijtraakt, omdat zijn hospita hem terecht verdenkt van muisvriendelijk gedrag. Maar dat blijkt geen ramp. Hij komt terecht op een betere plek, gaat uiteindelijk zelfs naar dansles en het bloed begint weer te stromen en het hart gaat kloppen. Op zijn kamer in Delft is Deurlacher een gevangene die zijn contact met de mensheid herwint en zijn isolatie doorbreekt door de ontmoeting met een ander levend wezen. Hij had die kleine episode, nog geen pagina is het, makkelijk weg kunnen laten. In de reeks feiten die zijn leven hebben bepaald en op het moment van schrijven nog steeds bepalen, het grote verhaal van de oorlog, de kampen, de naoorlogsellende van zij die terugkwamen, is het nauwelijks een gebeurtenis van belang. Maar iets zegt mij dat Deurlacher die passage niet alleen doelbewust heeft geschreven en op die plek in de tekst heeft geplaatst, maar ook dat hij de functie van die passage kende en herkende. Het kleine dier met zijn doorschijnende oortjes en roze staartpunt. En de vraag of het opnieuw de gevaarlijke tocht zal wagen. Die woorden zijn met een zorgvuldigheid geschreven die doet vermoeden dat het hier niet gaat om een aardige anekdote. Heeft Deurlacher het misschien over zichzelf? Hij was als die muis kwetsbaar, teer, afhankelijk van kruimels die vaker wel dan niet te vinden waren. Gevaar was overal, alles was heikel en dat hield niet op toen de oorlog voorbij was en hij op zijn kamertje zat te studeren. Daar diende een nieuw gevaar zich aan. Daar was het vertrouwen nodig dat zijn muis ook moest hebben. Het vertrouwen om je te tonen, om contact te maken. En weer later was er de dreiging van de gedachte aan vroeger en was er een andere gevaarlijke tocht voor nodig om na de kampen nu ook nog de herinnering te overleven. Zijn hele oeuvre is een tocht naar binnen. Een kweeste die begint met de bijna wetenschappelijke analyse, gestoeld op veel brononderzoek van de kwestie wat de geallieerden wisten van de kampen, hoeveel ze wisten en wat ze eraan konden en moesten doen. De reis eindigt bij de muis, bij een voorzichtige tweede bevrijding. De derde en laatste bevrijding, als hij uit noodzaak gaat schrijven, komt veel later. Tegen die tijd is hij niet meer iemand die moet schrijven, maar iemand die wil schrijven. Dankjewel.
Dankjewel, Marcel. De omschrijving van Deurlacher als iemand die schreef alsof een revisionist over zijn schouder meekeek, trof mij zeer. En ook trof het mij dat jij eigenlijk de kampoverlevende na de oorlog schetst als iemand op grond van dat één pagina in het werk van Deurlacher, als iemand die zijn meest intieme relatie met een muis beleeft. Wat mij des te meer trof omdat zijn dochter Jessica jaren later de graphic novel Mouse zou vertalen, waar hij ook nog iets over heeft gezegd in een interview. En ook omdat in Baden-Baden hij met zoveel liefde schrijft, en ik hoop er later nog in het gesprek met Jessica op terug te komen, over een Duitse herdershond. En dat hij de foto van die herdershond tot Theresienstadt meesleept. Dus muizen en honden. Het volgende onderdeel van deze avond is een voordracht van Sherry Duins, die een documentaire over Deurlacher maakte. Ik ga Sherry aan u voorstellen. En Sherry, wat geldt voor de anderen, geldt ook voor jou. Als je het niet eens bent met wat ik zeg, schreeuw. Sherry Duins is geboren in 1944, is verslaggever, film- en theatermaker en schrijver. Voor veel mensen uit de documentaire- en televisiewereld een begrip. Hij begon als schrijvend journalist en hij maakte daarna decennialang televisieprogramma's en documentaires voor de VPRO. Vele van zijn films zijn onderscheiden en zo ontving hij de Nipkow-schijf voor het Drieluik Levensberichten en werd zijn documentaire De Wording bekroond met een gouden kalf. Voor de film De Droom van de Beer werd hem in Berlijn de prestigieuze Prix Europa toegekend. En Duins schreef onder andere ook de verhalenbundels De Bovenman in Achterland, als mede de roman De Zondagsjongen. En vorig jaar kwam zijn boek Afscheid uit. Sherry, heb je bezwaar tegen iets wat ik heb gezegd of heb je niet geluisterd? Ook acceptabel. Nou, daar doe ik het vandaag mee. Het woord is aan jou. In mijn uitgave van Streep aan de Hemel en bewaar ik een ansichtkaart van Gerard. De laatste vakantiegroet die hij heeft gestuurd. Op de voorzijde een weelderige crèmekleurige villa omgeven door palmen onder een stralend blauwe hemel. Hotel Aiglon Menton, Frankrijk. De kaart is gedateerd 1 mei 1996. De inkt uit Gerards pen vlekt nog als ik de datum met een vochtige pink beroer. Lieve Joke en Sherry, dit is ons luxe hotel. De eerste week veel regen en nu eindelijk blauw zwerk. Verkeerslawaai is enorm. We liggen op de middenberm van het kruispunt Oude Rijn, maar het is maar voor 2 weken. De broekriem wordt alweer te nauw, mais hélas. Koningin Victoria waait nog rond hier. Veel liefs, Gerard, Anneke. Toen ik Gerard Deurlacher in 1990 voor het eerst ontmoette, kende ik hem als de schrijver van Streep aan de Hemel. Onze kennismaking was aangenaam, verkennend. Gerard met een pijp op de bank. Anneke aandachtig in zijn nabijheid. We bespraken de mogelijkheid een film te maken over zijn bijna voltooide zoektocht naar de levensloop van een groep jongens in Auschwitz-Birkenau, van wie hij er één was geweest. Met een reunie in Israël zouden zijn naspeuringen beëindigd worden. Het zou zijn volgende boek worden, De Zoektocht, en mijn volgende film, Laatste Getuige. Ik herinner mij van die eerste ontmoeting vooral mijn gevoel van verwarring. De vriendelijke, donkere ogen die me aankeken hadden de strepen van condens boven Auschwitz gezien, de verminking en verwoesting van het bestaan werkelijk aanschouwd. Toen ik Gerard Lange kende, is dat gevoel van verwarring minder geworden, hoewel het mij dan opeens weer overviel. Als Gerard schaterlachte, de tranen hem over de wangen liepen en ik naar zijn ogen keek. Het leek mij niet veel voorkomend dat uit het maken van een film een blijvende vriendschap ontstaat. Als de beelden en woorden eenmaal zijn vastgelegd, geordend en vormgegeven in de montage, om tenslotte te vervluchtigen op het beeldscherm, dan dooft na verloop van tijd ook meestal de opgegloeide verstandhouding met de mensen die zich hebben getoond. En ieder gaat weer zijns weegs
Soms spreek je elkaar nog eens, je wisselt kleine levensberichten uit en ach, ja, die film, alweer zo lang geleden. Met Gerard was dat anders. In een hotel aan de Israëlische kust had ik op een morgen met hem afgesproken. We zouden enkele opnamen aan zee gaan maken als voorbereiding op zijn ingrijpende ontmoeting met de Birkenau Boys. De jongens, zoals Gerard ze liever noemde. Hij had slecht geslapen. In de nacht was het verleden gaan weerlichten in zijn hoofd. En had hij afleiding gezocht in mijn deels autobiografische roman De Zondagsjongen, waarin ik mijn naoorlogse Duits-Nederlandse jaren heb beschreven. Gerard zei, we zouden wel broers kunnen zijn, ik heb er zoveel in herkend. Ik was verrast en ontroerd. Als er al in het ontstaan van vriendschap een beslissend ogenblik valt aan te wijzen, dan was het voor mij toen hij die woorden sprak, daar aan zee. Gerard, met een zonnehoedje op, de draagriem van zijn tas schuin over de borst. Gerard en ik hebben veel in elkaar herkend. Ongeduld bijvoorbeeld. Onhandigheid ook. De vreugdeblik als de patisserie op tafel kwam. Of eten in het algemeen. Onze wat vlakke kennis van een tekst verwerken. Onze passie voor muziek. Hoewel Gerard Messiaen uiteindelijk toch de katholiek vond. Onze diepe afkeer van allerlei minne columns. Onze bewondering voor Kurtogolski en Stefan Zweig. De lachstuip bij het zien van Tommy Cooper. Het gevoel van troost dat Saura's film Civilianas bood. Maar met de oorlog was Gerard alleen. Was hij eenzaam. Het schrijven bood hem nog enige bescherming. En Anneke vanzelfsprekend. Hij heeft mij de verhalen over Westerbork verteld. Over Theresienstadt, over Auschwitz-Birkenau. Over het toeval van overleven. Over het hernemen van een geschonden leven. Hij heeft getracht mijn vragen te beantwoorden die van doen hadden met mijn eigen angsten voor machteloosheid. De verlammende gedachte dat er iets met je vrouw, kinderen, kleinkinderen gebeurt terwijl je moet toezien. De angst voor een dood die anderen voor je bepalen om geen enkele reden. Hij heeft mij uitgelegd dat je met haat niet kunt leven, dat je zelf aan ten onder gaat. Dat je moet proberen je te omringen met een paar rechtvaardigen. En dat je het daar maar mee moet doen. Hij heeft mij gewezen op het gevaar van de tolerantie die afglijdt naar onverschilligheid. Ik heb Gerard slechts 6 jaar gekend, maar in die weinige jaren heb ik veel van hem gezien. Zijn smart in het archief van Beth Theresienstadt, de kibbutz Givat Chaim, waar hij de transportpapieren van zijn ouders vond en zichzelf bij de doden ontdekte. Zijn triomf bij de geboorte van zijn kleinzoon Moos. Toen ik Gerard Deurlach in 1990 voor het eerst ontmoette, kende ik hem als de schrijver van Strepen aan de Hemel. 6 jaar later stond ik in de nacht van 1 op 2 juli voor mijn boekenkast. Ik was gevraagd enkele boeken die voor mij van betekenis waren tijdelijk beschikbaar te stellen voor een tentoonstelling in Franeke. Ik nam Strepen aan de Hemel ter hand, las de aanzichtkaart nog even die ik tussen de pagina's had opgeborgen en legde het boek op de kleine stapel die de volgende morgen opgehaald zou worden. Wat mij toen pas opviel, was dat dit mijn enige boek van Gerard was zonder opdracht. Daar zou ik hem zondag eens over aanspreken. We hadden een lunchafspraak en daarna zouden we naar het Singermuseum gaan. Gerard, Anneke, Joke en ik. Die morgen, 2 juli, verliet Streep aan de Hemel mijn huis. Die avond zaten we ontredderd in Haarlem bijeen en vertelde Anneke van Gerards dood. De dood die 's nachts was gekomen. In het uur waarin ik besloten had Gerards boek op reis te sturen. Sherry, ik loop niet weg. Want de bedoeling is dat wij een klein gesprek gaan voeren. Ja, als je dat goed vindt. De balie heeft ons 8 minuten gegeven, maar ik maak er 10 minuten van. Ja. Waar je wil. Welke kant vind je fijner? Zo, dan kan ik aan de gang. Oké, ja. Ik kan slecht bij je water, dus het is onbeleefd. Maar als je water wil, wil ik vragen of je het even zelf wil inschenken. Heel graag.
We gaan zo ook een paar fragmenten zien uit de documentaire die jij over Duurlach hebt gemaakt. Maar wat mij, twee dingen raakte mij die je zei, omdat ik mij Duurlach zo, ik heb hem nooit persoonlijk gekend, niet kon voorstellen. Om te beginnen zei dat hij zo onbeduidelijk kon lachen. En toen noemde je onder andere Tommy Cooper. En ik vroeg me af, wat waren de momenten dat jullie samen, dat je hem zo verschrikkelijk zag lachen, dat de tranen over zijn wangen stroomden? Als we moppen vertelden, ja, het is niet anders. Gerard was een voortreffelijk schrijver, denker en noem maar op. Maar moppen vertellen was, dacht ik, niet zijn sterkste kant. Hij kwam al heel gauw met de kloe aanzetten, terwijl dat in het geheel niet de bedoeling was. En dat vond hij dan ook weer buitengewoon vermakelijk en ik ook. Zoals je bij elkaar zit en zorgeloos over... En dat greep mij soms aan. Want dan dacht ik, Jezus Christus, die man heeft het allemaal gezien. Die daar nu, met die donkere ogen, de tranen die echt over zijn wangen liepen. Dat kon ik maar niet van me afzetten. Maar zoals gezegd, niet altijd. Maar het overviel me vaak. Ja. En juist als hij moppen maakte, terwijl hij dat eigenlijk moppen vertapte, terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet kon, kon je dat niet verbinden met het feit dat hij, diegene die daar zat, een overlevende was, een kampoverlevende. Ja, dat kon ik wel verbinden, maar ik ja, misschien kon ik het ook niet verbinden. De gedachte dat je nog kan leven in je leven, vond ik. Dat je nog kan lachen in je leven, vond ik bijna onbegrijpelijk. Vond je dat hoopvol? Ik vond het vooral heel erg verwarrend. Dat mensen zo sterk kunnen zijn. Dat verwarde me heel erg. Maar goed, ik heb ook voor Gerard heb ik in de... Want Gerard was natuurlijk ook een Duitse jongen uit Baden-Baden. Dat is mijn tweede vraag. Wat herkende je in jouw boek De Zondagsjongen? Ja, wat hij erin herkende, weet ik eerlijk gezegd niet. Heeft hij dat nooit verteld? Ik was zelf zo aangedaan toen hij dat zei. En bovendien, er stond voor hem iets heel belangrijks te gebeuren. Hij zou de jongens, zoals hij ze noemde, gaan ontmoeten. Dus ik wilde hem ook niet... lastig vallen met wat hij nou... Ik ben er later nooit op teruggekomen. Ik heb wel ooit rijbekoeken voor hem gebakken. Dat is een soort Duits aardappelgerechtje. En dat deed hem buitengewoon veel plezier. Want dat bracht ook herinneringen van vroeger natuurlijk. Hebben jullie gepraat over Duitsland, over zijn Duitsland van voor de oorlog? Zijn jeugd in Baden-Baden? Ja, daar hebben we ongetwijfeld over gesproken, maar het heeft hij natuurlijk allemaal voortreffelijk beschreven. Dus daar kan ik niet zo heel veel... Praat rustig door. Oh ja, heel goed, ja. Daar kan ik niet zo heel veel aan toevoegen, daar heeft hij voortreffelijk over geschreven. Gerard ontroerde mij heel vaak. Daar waren zijn ogen... Het was ook zo'n verstand. Wat was er precies? We gaan zo naar die ogen kijken, maar hoe zou jij die ogen omschrijven? Waarom ontroerde die zo jou? Waarom ontroerde die jou zo? Omdat hij soms zo'n buitengewoon kwetsbare indruk maakte. Dat is grappig, want eerst beschrijf je hem net als buitengewoon krachtig. Iemand... Ja, is hij ook? Ja, dat was, is hij ook. Een combinatie dus. Ja, combinatie. Kwetsbaar en krachtig. Ja, ja, dat... En soms tegelijkertijd. Ja. Ja. Oké. Okay. Zullen we een stuk uit je... Vind je het goed of wil je nog iets zeggen? Je mag daarna nog meer zeggen, hoor, maar je mag, ja? Nee, is goed, laat het maar even... Laten we over die ogen, ja? Ich stehe ja auch da. Nein. Aber wir sehen uns in die Ja, wir sehen uns da. Die Kinder sind da. Die Kinder sind nicht da. Aber wie geht's dir? Een
Een aantal dingen vielen mij op, maar eigenlijk is het merkwaardig te beseffen dat je naar een reunie kijkt van kampoverlevenden. Het zat net zo goed een reunie van niet-Joodse schooljongens uit de jaren 30 in Baden-Württemberg kunnen zijn die elkaar weer treffen. Ja, tenzij je die mensen aanspreekt, voor zover ze er al toe bereid waren op hun verleden. En dan wordt het plotseling iets. Nee, dat zit natuurlijk ook in die film. Er zijn een aantal, Ernst Hakker bijvoorbeeld. Een van die mensen die je net ook in beeld zag, die ik naar zijn verleden vraag. Hij woonde in Beverly Hills. En ik voelde dat er wel iets heftigs zou kunnen gebeuren. En ik had tegen de cameraman gezegd, wat er ook gebeurt, nooit meer aan je camera komen. Dus niet inzoomen of uitzoomen of wat ook. En het gebeurde, ik stelde me een vraag en die man die begon zo erbarmelijk te huilen. Dat ik, ja, iedereen was bijna radeloos en er viel ook een doodse stilte. En ik heb het opgenomen en hij herstelde zich en nam een zakdoek en kwam weer tot zichzelf en min of meer. En mijn vraag was, moet je dat nou in zo'n film opnemen? Daar heb ik met Gerard over gesproken. Ik vond dat Gerard dat maar, ik had er zelf wel mijn ideeën over, maar ik vond dat Gerard dat maar moest bepalen, moest beslissen. En Gerard zei, wat vind jij? Waarom zou je het willen uitzenden? Ik zou het willen uitzenden omdat dat laat zien, zo heb ik het nog nooit gezien, wat er gebeurt als je bij iemand een halve eeuw na die gebeurtenis, als je dat aanraakt, wat er kan gebeuren. Namelijk een explosie aan emoties. En Ernst Hakker vertelde een verhaal dat hij, zoals dat op zekere hoogte ook is gebeurd bij zijn eigen kinderen met streep aan de hemel. Wat Ernst Hakker aan zijn kinderen niet had verteld. In ieder geval niet op de manier waarop hij het nu had gedaan. En hij zegt ook in de film, ik hoop dat mijn kinderen er naar kijken, zodat ze weten wat ons is overkomen. Hij was daar met zijn neef. Dus eigenlijk, jouw documentaire was, althans voor sommigen van de mannen in jouw film, ja, een manier om met hun nageslacht te praten. Nou ja, dat bleek zo te zijn bij Ernst Hakker. Ik weet niet of dat voor, dat zal voor Yehuda Bacon, die ook De schilder. En ik heb natuurlijk een keuze moeten maken in overleg met Gerard. Gerard heeft veel van die mensen gesproken van tevoren, veel van de jongens. Dus het zijn drie verschillende persoonlijkheden. Yehuda met bijna een klein glimlachje die op een prachtige manier over die onbegrijpelijke gebeurtenissen praat. En Ernst Hakker, een Oostenrijker van geboorte die vol emotie met sterke armen, die het de Duitsers niet kan vergeven. Die kan niet vergeten en niet vergeven. En had dus ontzettend de pest in dat zijn neef Walter, met wie hij in Auschwitz had gezeten, dat hij een Mercedes had gekocht. Dat vond hij gods onbegrijpelijk. Dat heeft er een beetje geleid tot een soort van verwijdering tussen die twee. Wat ik wel weer buitengewoon tragisch en dramatisch vond. Yehuda een heel andere man beheerst en zo. Ik heb eigenlijk nooit mensen in een film, het heeft even niets te maken met het feit dat ik die film gemaakt heb, of dat ik dat opgenomen heb. Dat doet even nou niet ter zake. Maar ik ken weinig films waarin mensen, misschien bij Landsman, weinig films waarin mensen zo over praten over wat ze hebben meegemaakt. En die stupide publieke omroep is dus niet in staat om zo'n film nog eens uit te zenden. Waarschijnlijk weten ze niet eens meer dat hij het is. Wat is jouw, je zegt dat heb ik zelden meegemaakt. Landsman is dat gelukt, mij is dat gelukt. Wat is jouw geheim? Hoe is jou dat gelukt? Wat heb je gedaan? Of wat heb je niet gedaan? Ik had een, en dat bleek ook later, ik had een goede verstandhouding met Gerard. En dat was voor mij van het grootste belang. Net die Roosevelt, dierbare vriendin, heeft me ooit, die zei, je moet eens naar Gerard gaan, naar Gerard Deurlacher. Dat is wel iemand voor jou. Nettie Roosevelt maakte ook documentaires, toch? Nettie maakte ook documentaires, ja, bij de VPRO. Ja. En zo ben ik bij Gerard, hebben een afspraak gemaakt, want hij was bezig met de zoektocht. Ja. En we hadden een goede
denk ik, en zoals gezegd, dat bleek ook wel, wat een goede verstandhouding. Ja. Geert, we belden heel vaak op zondag met elkaar even. Belde hij mij of ik belde hem. En dan namen we zo de dingen in de wereld door. En Geert was altijd heel erg bezorgd als hij bij mij een licht nasale klank in mijn stem hoorde. Want hij zei, die ben niet lekker. En dan had hij altijd weer een klein receptje waardoor ik weer spoedig... Hij was ook een homeopaat. Nou, homeopaat misschien ook wel, maar hij had natuurlijk ook medicijnen gestudeerd. Dus hij had wel enig... Wat me trouwens opviel voor we naar het volgende fragment gaan. We zien in wat we net zagen, is hij een van de weinigen met een zonnebril op. En hij lacht. Maar ik weet niet of ik het echt een vrolijke lach vind. Nee, maar het is iemand die natuurlijk ook op dat moment op is van de zenuwen. Er gebeurt nogal wat. Hij heeft dat veroorzaakt, dat die mensen daar allemaal staan. Het is natuurlijk ook echt ongelooflijk. Dat het gelukt is, dat is zo fantastisch. En dat hij die jongens heeft ontmoet. En later, maar dat is bijna weer een verhaal op zich, heeft er zich na de film heeft er zich nog iemand gemeld bij mij. Die film wordt dus uitgezonden. En ik ben de volgende ochtend vroeg op kantoor. En een secretaresse zegt, niet de mijne, maar secretaresse van kantoor, die zegt... er heeft iemand al een paar keer dringend opgebeld. En het was iemand in België. En moet je voorstellen, die had gewerkt. En die was 's avonds thuisgekomen en die zette de aktentas neer. En zijn vrouw maakte een spiegeleitje voor hem. En hij klikt de televisie aan, de Nederlandse zender. En ziet plotseling die groep jongens daar met elkaar praten. En ik geloof dat in de samenspraak ergens wordt zijn naam ook genoemd. Waar is Herbert of weet iemand waar? En opeens ziet hij dat ze het over hem hebben. En hij wist niet eens meer dat er nog overlevenden waren. Dus die man die was werkelijk in alle staten van verwarring. Die wilde meteen naar Gerard toe. Dus ik heb Gerard opgebeld en gevraagd of hij dat wel wilde. Want Gerard kreeg al die emoties over zich heen en had toch genoeg aan zichzelf, leek me. Maar uiteindelijk heeft hij hem ontmoet en zo. En nog wel amusant, omdat degene die die film zo laat, die niet aanwezig is geweest bij de reunie, bedoel ik, die vroeg toen aan Gerard, toen stonden we even in de tuin een sigaret te roken, of ik niet ook een film over hem kon maken. En toen zei ik, ja, nee, dat... Was dat ijdelheid, denk je? Zo gaat het niet. Nee, men wil zijn verhaal kwijt, dat begrijp ik natuurlijk heel goed. En dan Gerard vroeg die toen of Gerard niet een boek over kon maken. En Gerard die had eenzelfde, die zei, ja nee, maar zo kan het niet. En zo werkt het niet. Nee, maar goed, ook een vorm van wanhoop bijna. Dat je toch zo graag er nog bij wilt, dat je met jouw verhaal er nog bij wilt zijn. Laten we even naar het tweede fragment uit jouw documentaire kijken. Dan verschijnt er een schitterend boek, Streep aan de hemel, en dat lezen je kinderen. Pas dan. En ik weet zelfs dat de kinderen het een klein beetje bijna beledigend vonden dat het daar in de openbaarheid kwam, zonder dat zij het al wisten. Zo van, waarom heb je dat nooit verteld? En dan vertel ik in de strepen nog niet zoveel. Alleen een paar dingetjes. Nee, dat was helemaal niet makkelijk. Maar was dat dan ook schaamte tegenover je kinderen? Bedoel denk je het wel, denk het wel. Schaamte omdat je zo vernederd bent? Ik denk het wel. Kijk, dat is natuurlijk de Duitsers wel gelukt. Op dat moment hebben ze ons tot ongedierte gemaakt. Ze hebben altijd gepropageerd, die Joden zijn ongedierte. Ze maakten ons tot ongedierte. En op een gegeven moment geloof je zelf dat je ongedierte bent. En dat is geen prettige gedachte. Ik denk dat we thuisgekomen zijn met een fors minderwaardigheidscomplex. Misschien nog wel erger dan een minderwaardigheidscomplex. Want in feite was je helemaal niks meer. Ja, de transcriptie van jouw documentaire is opgenomen in het boek Met haat valt niet te leven. En toen ik dat las, die transcriptie, toen viel mij inderdaad ook de zin op dat je op een gegeven moment zelf je gaat identificeren met het ongedierte dat de anderen, de nazi's, de fascisten in jou zien.
En eigenlijk zegt hij het, naar mijn idee, met iets van een eufemisme. Dat hij terugkwam, dat zij terugkwamen met een minderwaardigheidscomplex. Denk je, op grond van jouw ervaringen bij het maken van deze film, onder andere deze film, dat je dat gevoel dat je ongedierte bent, dat je dat kan kwijtraken? Nou, ik denk dat sporen altijd in je achterblijven, zoiets. Gruwelijks. Ik denk dat sporen in je achterblijven, dat kan je nooit, voor mij kan je dat niet kwijtraken. Tenminste, ja, ik kan me dat helemaal niet voorstellen dat je... Ik kan me sowieso niet voorstellen dat je andere mensen zo ongedierte kan zien. Dat vind ik wel zo voorkomen absurd. Maar goed, als je dat, wat ze is overkomen, alles afgepakt, kaal geschoren, ontredderd, alleen. Het wordt je verteld, het wordt je weer verteld, en je wordt zo behandeld. En je wordt gewoon verbrand. Ik kan me voorstellen dat je dan misschien wel denkt, ja, misschien... En ik denk dat je dat nooit meer echt kwijt kan. Dat denk ik niet. En is dat ook die schaamte? Ja. Ja. Dat ze je zo verlaagd hebben, zo vertrapt hebben. Dat is schaamte tegenover je kinderen bijvoorbeeld, dat je dat zou moeten vertellen. Dat je daar... Dat je zo dan hebt moeten... Dat je zo hebt moeten leven. Dat is. En dat je daarom zwijgt. Denk het. Of het via een omweg vertelt. Ja. Ja. Sherry, ik wil je bedanken. We zitten, het is niet dat ik niet toch veel langer met je zou willen praten. Ja, ja. Nee, dat gaan we ook zeker nog een keer doen, hoop ik. Oké, dank je wel. Dank je wel. Heel erg bedankt voor je komst. Dank je. De volgende mensen die gaan spreken met mij over het werk van Deurlacher zijn Jessica Deurlacher. Ik zal je even voorstellen. 1961 geboren, schrijver, columnist, literair criticus. Voor haar romandebuut Het Geweten ontving Deurlacher de debutantenprijs en het Gouden Ezelsoor. Ook werd de Duitse vertaling van het boek genomineerd voor literatuurprijs Noord-Rijn-Westfalen. Haar roman De Dochter werd genomineerd voor de NS Publieksprijs. En voor haar roman De Held ontving ze in 2010 de Opzij Literatuurprijs. Dit jaar verscheen De Stem, wederom een roman, tegen de achtergrond, zoals het heet, van de grote gebeurtenissen die dit millennium inleiden. Jessica, ik zou eigenlijk graag willen dat jij, als je dat goed vindt, links van mij komt zitten. Voor jou rechts. En de andere persoon, schrijver die komt spreken, is Roxanne van Ieperen, geboren in 1976, auteur en jurist. In 2016 verscheen haar debuutroman Schuim de Aarde, waarmee ze de Hebban debuutprijs won. In 2018 volgde het Hoge Nest, dat werd bekroond met Opzij Literatuurprijs 2019 en dat op de shortlist voor de NS Publieksprijs 2020 stond. Het boek haalde de bestsellerlijsten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Van Ieperen schreef columns voor het glossy magazine Jackie, later ook voor het Financiële Dagblad, het Parool de Morgen en Follow the Money. Voor de Olympische Spelen van 2016 wijst zij gastcorrespondent in Brazilië voor De Correspondent. Ze heeft een vaste column over macht in Vrij Nederland. Ze hield de 4 mei toespraak dit jaar en ze schreef het boekenweek essay De Genocidefax. Gaat het goed tot nu toe? Het gaat wel goed. Ja? Ja. Ik dacht dat we nu naar dat tekening zouden kijken, naar de wording van de tekening. Dus ik was even in de war. Oh, je had een andere volgorde verwacht. Ik had een andere volgorde, maar dat zijn niet er. Nee, gelukkig. Nee. Je bent natuurlijk niet alleen een kenner, je bent ook een dochter. Dat lijkt me een hele ingewikkelde combinatie. Omdat je je vader hebt gekend voor die schrijver werd. En ik vraag me af hoe je vanuit dat perspectief, of je vader en schrijver nog kunt scheiden? Zijn die twee voor jou te scheiden?
Ja, eigenlijk heel goed. Voor mij was hij echt voornamelijk mijn vader. En dat schrijven, dat kwam eigenlijk pas toen ik al soort van klaar was. Althans, klaar als jeugd. Van mijn jeugd was al voorbij. Ik was al 18 of zo. Ik begon met schrijven in 1993, denk ik. Eerder. 81 begon hij al met schrijven. Ja, nou zie je. Maar Nee, ik was natuurlijk uit huis toen ik 79, was ik 18. En in 81 begon hij te schrijven, dus dat klopt. Ja. Dus dat was natuurlijk eigenlijk al voorbij mijn jeugd. Dus ik heb eigenlijk nooit hem als schrijver gezien. Dat begon zo plotseling voor mij. Ik vond het ook eigenlijk een beetje ingewikkeld. Ik zelf schreef nog niet, maar ik was wel met Nederlands bezig. En mijn vader ging ineens schrijven. En hij begaf zich voor mijn gevoel mijn terrein. Wat natuurlijk bizar is, want hij schreef iets totaal anders dan ik ooit had. Het was een beetje een soort. En ik kon me eigenlijk nooit in die begintijd ook realiseren wat hij schreef. Het was te erg. Het was te ingewikkeld. Het was te groot. Begrijp je? Ik denk dat ik je begrijp. Maar heb je het wel gelezen of heb je het snel doorgebladerd? Nee. Mijn vader liet het ons allemaal eigenlijk lezen. Zeker het allereerste verhaal. Dat stond natuurlijk eerst was geschreven voor de gids. Ja. Het was een soort eerste coming out. En het was natuurlijk uiteindelijk een soort begin. Het begon eigenlijk als een soort wetenschappelijk artikel. En er kwamen allemaal heel per ongeluk allemaal dingen bij waar ik natuurlijk altijd nieuwsgierig en bang voor was geweest. Kun je die dingen benoemen? Er stonden dingen over op papier staan waar hij het natuurlijk wel eens over had gehad. Maar ook op een eigenlijk heel afzijdige en afwezige manier. Want hij had het er wel eens over omdat hij nooit sliep. En dan zei hij dat hij dan op appel had gestaan. En wij. In de nacht? Ja. Wij waren natuurlijk ook drie dochters. En allemaal een beetje ongeduldig. We waren vier vrouwen. En een vader. En een vader die eigenlijk heel veel ziek was. En heel veel last had van alles. En hij was ook het middelpunt van ons gezin. Het was ook echt. Hij had altijd iets. Hij was ook je kind? Ook wel. Dat vonden we, wij waren allemaal altijd heel erg bezorgd over hem. Kijk even naar mijn zusjes. Wij vonden dat allemaal wel ingewikkeld. Hij had altijd wel iets. En we wilden allemaal natuurlijk dat het niet erger werd. Maar tegelijkertijd waren we ook vaak wel een beetje geërgerd. En van, schiet nou eens op. Dat hij ziek was, dat het langzaam ging, dat hij klachten had, dat hij geërgerd waarover. Dat hij aandacht nodig had. Ja, heel veel aandacht. Heel veel aandacht. Waardoor jullie minder aandacht kregen of waardoor de. Ja. Maar kijk, het was ook. Kijk, mijn vader schaamde zich waarschijnlijk over de dingen, om de dingen te vertellen. Maar die schaamte gaf hij ook weer aan ons. Dus ik zelf was net zo beschaamd om te reageren op zijn verhaal als hij zelf. Snap je? Ik vond het zelf ook ingewikkeld om in te gaan op dingen waar hij zichzelf duidelijk ongemakkelijk bij voelde. Dus eigenlijk was je blij dat hij zweeg? Ik was blij dat hij, uiteindelijk was ik heel blij dat hij schreef. En dat hij zweeg, daar was ik uiteindelijk natuurlijk niet blij om. Maar ik kreeg hem niet aan het praten. Ik zou dat nooit hebben gedurfd. En schaamde je ook voor je vader? Nee, ik schaamde me niet voor mijn vader. Nee. Ben je trots op hem geweest op een gegeven moment? Ja, zeker. Ja, ook omdat hij zo ongelooflijk iets had overwonnen. Iets wat hij kon dingen zeggen die hij. Ik was gewoon trots op hem als schrijver. Alleen al dat. Dat hij het gewoon zo goed kon zeggen. Ben je trots op hem dan op je eigen kinderen? Wat is dat nu weer een vraag? Hoezo? De vraag komt opeens in me op en ik paste geen zelfcensuur toe.
Omdat ik wil hem wel terugnemen. Omdat je denkt dat ik mijn vader als een soort zoon ging zien of zo. Omdat ik ook weet dat je een kind hebt dat schrijft. Ja. Omdat ik me kan voorstellen dat je denkt van mijn vader heeft dingen meegemaakt die mijn kinderen niet hebben meegemaakt. Ik heb meer reden om trots op hem te zijn. Je hoeft niet te kiezen hoor. Nee. En ik trek de vraag ook terug. Dat vind ik heel psychologisch heel ingewikkeld. Nee, dat is goed. Ja. Herken jij Roxanne die tegengestelde emoties waarmee Jessica de toenadering tot het werk van haar vader beschrijft? Dus aan de ene kant toch de angst, wat je noemt de angst, het niet willen weten en tegelijkertijd... Wat ik dan voor je invul en corrigeer, maar als dat niet zo is, een grote, ongetemde, misschien nieuwsgierigheid. Is dat iets wat je herkent met betrekking tot het werk van Duurlach, of misschien waarschijnlijk met betrekking tot kampliteratuur in het algemeen? Tot werk? Ja, nee, zeker. Ik denk dat het voor mij vaak valt onder iets bezweren. Zowel er zelf over schrijven, over geweld schrijven, meer in bredere zin van het woord, als... hierover lezen, ik ervaar het vaak ook zelf als degene die het schrijft, als een bezwering bijna. Een bezwering van de schaamte, een bezwering van het hebben ondergaan van het geweld. En dat... Maar zo ervaar jij het zelf als je schrijft of zo ervaar je het als je het leest? Ik ervaar dat ook wel in het werk van jullie vader. Daar voel ik ook wel een... bezwering in. Als jij het hebt over het... hij kon er misschien beter over schrijven... dan over praten. Ik heb het idee dat hij het ook wel echt aan zichzelf schrijft. En dat zie ik als een bezwering bijna. Ja, en het overeind blijven door het schrijven. Ik weet niet of ik het een bezwering zou willen noemen. Het willen getuigen? Maar ja, hij wil natuurlijk getuigen, maar... Ja, nou, goed, ik heb hier een hele gedachte over, maar dit gaat is niet voor nu. Nee, ik zit even na te denken, want ik had... bezweren, laat me even nadenken. Heb jij het gevoel dat jij iets bezweert als jij schrijft, Roxanne? Nou, nu niet meer. Nee. Ik begrijp wel wat jij denkt bij dat woord bezweren. Mm-hmm. Wat is dat dan? Wat denk je dat Jessica denkt? Daar moeten we ook niet heel lang over doorgaan. Want dan graven we ons ergens in waar niemand wat aan heeft. Dan wordt het niet meer helder van. Maar wat jij volgens mij net zei was... het is dan inderdaad meer het getuigen erover. En iemand zei net hier, misschien het vastleggen. Mm-hmm. En ik zat meer aan de schaamte te denken waar jij het net over had. En daar kwam bij mij dan de associatie bezweren bij. Nou ja, kijk, het gaat ook omdat hij wilde iets vertellen wat hij eigenlijk te eng vond om te vertellen. Mm-hmm. En ook omdat er zoveel ongeloof... hij schrijft natuurlijk zijn allereerste verhaal over het misdadige ongeloof bij de mensen die hen hadden moeten helpen. En dat ongeloof, eigenlijk is zijn hele werk een manier volgens mij om daartegenin toch alles te vertellen, maar op zo'n voorzichtig mogelijke manier. Om mensen inderdaad niet te verwonden. En hij zegt het zelfs in het boek een paar keer, dat hij wil niet verwonden. Hij is bang dat als mensen weten van wat hij weet, dat mensen dan fysiek en psychisch eraan gaan. Hij schrijft ook letterlijk bepaalde dingen wil hij niet beschrijven. Het transport naar Auschwitz weigert hij te beschrijven. Ja. Hij is ook heel mild. Hij blijft mild, steeds in het oordeel van... Hè, hij komt steeds wel weer tot de conclusie... het weten, dat was er. Maar dat is nog niet hetzelfde als het geloven. Mm-hmm. En het oordeel bij hem zit wel bij het weten... maar niet bij het niet willen geloven. En dat vindt... Ja, dat komt steeds terug. Vind jij mild? Ja, vind ik mild, ja. Ik wil even jullie allebei een citaat voorleggen uit zijn werk... Een andere reden voor het lange bewaren van het gruwelijk geheim doet mij denken aan de gevolgen der vraag van de Sphinx aan Oedipus.
Zijn juiste antwoord doet haar van het voetstuk vallen. Het raadsel is opgelost. Maar de prijs voor zijn verlichtheid is bitter en zijn einde zonder illusies. Ook wij kennen nu het antwoord op onze vraag en ook onze prijs is bitter. De luttele illusies die ons resten zijn gedoofd. Ja, nou dat. Ja, als je illusies dooft door te schrijven, dat is natuurlijk dat is het allerergste. Hij schrijft kennelijk. Hij heeft altijd, volgens mij, en daarom vind ik het ook zo, ik heb het hele boek vandaag weer opnieuw gelezen. Of alle boeken, alle verhalen, nog een keer. Hij bewaart je. Hij behoedt je. Terwijl hij wel onder alles door wel zijn verschrikkelijke verhaal vertelt. Dus hij doseert het met zoveel. Zoveel beheersing eigenlijk. Hij doseert het en hij. Ja, en daarom vind ik ook wel eens met dat verhaal over literair of niet literair zo ingewikkeld. Want ik vind dat precies datgene wat literair maakt. Hè. Dat hij zich beheerst. Het is ook een literaire strategie. Het is ook een esthetisch effect wat hij beoogt misschien. Hoe? Nou, nee, zelf. Ik denk niet dat hij dat expres doet. Ik denk dat hij zo waar wil zijn. En hoe maak je iets heel erg waar door heel erg goed naar je eigen beelden en je eigen gevoel te luisteren. Want dat komt over, dat is waar, dat maakt het waarder dan waar. Of hij houdt ook voortdurend rekening met de lezers. Hij heeft het voorbeeld net over de kinderen. En bepaalde gebieden betreedt hij bewust niet. En toch nog even naar dit fragment wat ik net las. Van hoe begrijp jij over, is het schrijven of het weten dat hem berooft? En beroofd van de luttele illusies die nu zijn gedoofd, zoals hij dat zegt. Weet hij iets door het schrijven wat hij niet wist? Ik denk dat de woorden een hoop. Als je woorden vindt voor dingen die eigenlijk te ingewikkeld zijn om te zeggen. Hè, en eigenlijk te zwaar zijn om te zeggen. Maar je vindt ze toch, of je vindt de omweg. In andere woorden, waardoor je toch datgene kan zeggen wat je wil zeggen. Dat je dan een vorm van weten veroorzaakt. Is dat heel vaag? Nee, ik begrijp een weten dat misschien niet goed voor je is. En dat misschien niet goed voor je is en ook niet voor de wereld. Maar tegelijkertijd is het nodig. Ook ken dat. Ken je zelf dit dilemma als schrijver? Kijk, ik schrijf fictie. He, en dat is toch echt wel anders. En staat er minder op het spel? Nee, want je wil natuurlijk. Maar je bent toch meer een manipulator en een. Kijk, in jouw inleiding schrijf je het over het toneelspel. Wat voor elk mens misschien, maar ook zeker voor iemand die overleefd heeft. Een ongelooflijk belangrijke manier is om te bestaan. Ja. Het theater, zeg maar. Hij zegt ergens in een interview met Wim Keijzer, zegt jouw vader, we konden overleven door het toneel. We hebben ook overleefd door, hier is het citaat. Hij zegt, hij is oneens met de uitspraak van Arnoni, het andere overlevende, die moeder was die thuis voor begrafenis schreef. En die heeft gezegd, ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Auschwitz. Daar is jouw vader het mee oneens. Hij zegt, ik vond dat geen universiteit. Je leert misschien alert te zijn. Kijk, niemand van ons zou nog leven als we niet geleerd hadden toneel te spelen. Als we niet geleerd hadden te doen alsof. Mm-hmm. Alsof we ons kapot werkten. Dat raakte mij heel erg. We hebben daarover, ook met jouw zus heb ik daarover gecorrespondeerd. Omdat voor jullie was het woord toneelspelen, voor mij was het iets uitermate positiefs. Mm-hmm. Een ontroerende overlevingsstrategie. Mm-hmm. En ik meen dat jullie daar vreesde dat het negatief zou kunnen worden opgevat als onechtheid. Ja, dat dachten we eerst, maar ik ben er ook wel weer van teruggekomen. Want ik begrijp wel heel erg goed wat jij bedoelt. En ik denk ook wat mijn vader bedoelde. Want en tegelijkertijd, ja, en ik vind schrijven is zelf ook een vorm van toneelspelen. Het is ook voor je vader? Ja, zelfs voor mijn vader. Ja, terwijl ik ja. Oh. Hè? Oh. Een soort Grieks koor op de achtergrond. Af en toe iets, ja.
in het kader van toneel is dat, ja. Roxanne, is dat eigenlijk, als ik naar jouw 4 mei lezing luister en die herlezen heb, dan lijk jij op het standpunt te stellen dat weten genezend is. Dat het ons, als het ons berooft van illusies, als het ons pijn doet, wat het ongetwijfeld doet, dan is het noodzakelijke pijn. Weet ik niet, want ik vind het is zo groot dat ik daar zo nooit een eindoordeel over zou kunnen vellen. Maar wat ik in ieder geval heel mooi vind in het werk van jullie vader, is dat je het hebt over de Sphinx die van zijn voetstuk valt. En dat hij zo duidelijk is over de feiten en ook zo duidelijk in het schrijven over... Ze wisten het wel degelijk. En dit experiment van dat inderdaad opschuiven van waar de menselijkheid eindigt, dat levert hij heel veel, hè, feiten voor aan. En vervolgens dat hij toch dan niet de stap maakt naar het letterlijk medeplichtig maken van die lezer of die omstanders van destijds. Dus dat hij dat oordeel toch uitstelt. Dat vind ik heel knap. Ik ben nu veel bezig bijvoorbeeld met als je het dan hebt over moral injury, met generaal Dallaire over het Rwanda-verhaal. En daar zijn we ook de hele tijd bezig met in hoeverre wil je iets overbrengen. Dus in hoeverre wil je mensen laten weten. En of ze het dan geloven is dus een tweede. En op welk moment een mens raakt gewond door geweld en het aanschouwen van geweld. En op welk moment maak je dan die lezer, waarvan je eigenlijk wel inderdaad wil, wat jij ook zegt, wat ik met de 4 mei-lezing ook probeer, die je wel wil betrekken in dat verhaal, dus die je wil laten weten. Maar waar ligt die grens? Dus dat hij ook zo moreel gewond raakt, dat hij zich afsluit voor wat je hem probeert te vertellen. Mm-hmm. Raakt het dader ook moreel gewond? Daar is een heleboel over te zeggen. Daar zijn ook veel... Ja, ik denk gewoon dat je die vergelijking nooit moet trekken. Het is een andere manier van een wond aan het geweten, aan het moraal en aan het mens zijn. Dus je moet die twee dingen in ieder geval nooit vergelijken. En daar ook. Zo zou ik in één zin, zou ik daar niet die vergelijking willen trekken. Maar die verwonding is er wel degelijk. Maar wat is dan de dader? Hè? Dus in hoeverre trek je dat oordeel door? Dus is de dader ook degene die niet ingreep? Maar je zei net wat je bewonderde in Duurlacher, is dat hij het oordeel, zoals jij het noemde, uitstelt. Nou, wat hij dus eigenlijk doet, is het niet zodanig tegen die lezer zeggen, net als de omstander destijds, jij weet dit nu, want je hebt dit net gelezen, en nu verwacht ik die volgende stap. En die zet hij niet. En ik denk dus daardoor dat hij... Maar wat, even voor mijn goede begrip. Want wij lezen dit. Dit is geschreven decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit is toch een groot verschil met de vraag waarom Kampas Auschwitz niet zijn gebombardeerd. En of daar goede redenen voor zijn of niet. Of dat je na de oorlog het werk van Duurlacher leest. Of van Borowski of van Levy of wie dan ook. Dat is toch... Heb jij het gevoel dat daar iets wordt verwacht van de lezer? Iets anders dan... Nou ja, ja, als je het hebt over getuigen en schrijven om te getuigen, dan is dat bij deze weer een appel op iemand om dus kennis te nemen van die feiten. Maar moet dat je daarna niet dan te vergelijken met wat er destijds daadwerkelijk gebeurde. Maar je maakt die lezer, die maak je wel onderdeel van wat je daar aan het doen bent. En daar liggen continu, in ieder geval ik als schrijver, weegt continu af op welk moment zou die af kunnen haken, die lezer, precies, als je daarover schrijft. Dus dat ben ik in ieder geval altijd aan het afhaken. Bedoel je afhaken gewoon zoals ook... Wat bedoel je precies met afhaken? Want een thriller schrijver is ook bang dat een lezer afhaakt, omdat het niet meer spannend genoeg is. Nee. Dat is daadwerkelijk dat je dus wil dat iemand kennis neemt van wat jij wil schrijven. Dus waarover jij eigenlijk alsnog zoveel jaar later dan getuigt. Mm-hmm. En dat die persoon, dat je het aan de ene kant niet zo abstraheert dat hij zich niet betrokken voelt. En aan de andere kant dat je hem niet al zo snel beschuldigt, als je die beschuldiging überhaupt wil doen.
dat hij dus zelf afhaakt. Omdat hij bang is voor de morele schade die oploopt. Nou ja, dat is een continue balans. Dus jij bent, als jij schrijft, ben je soms bang de lezer te beschuldigen? Ik denk niet heel bewust, maar ik ben wel bezig in ieder geval met de juiste balans om dat geweld recht te doen. Ja. Over beschuldigingen gesproken, jouw vader was het, en hij was niet de enige overlevende, fel oneens met wat Levi in zijn laatste, een van zijn laatste, heeft daarna nog iets geschreven, zijn essaybundel, De Verdronken en de Geredde, heeft geschreven. Dat de beste het niet hebben overleefd. Ja. Dat degene die het overleefde, behoorde tot de gijzelaar. Ja, dat vond hij verschrikkelijk, dat Levi dat schreef. Elie Wiesel vond dat ook. Er zijn een aantal mensen die dat echt heel erg hebben gevonden. Ja, natuurlijk. En wat is jouw positie? Nou ja, ik snapte heel goed dat mijn vader dat verschrikkelijk vond. Dat is natuurlijk ook logisch, want hij was zelf een overlevende. En het is natuurlijk afschuwelijk om te denken dat je daar een of andere manier schuldig bent. En dat is wat, en er zijn natuurlijk zoveel overlevenden die zich inderdaad schuldig hebben gevoeld hun hele leven lang. Alleen al door het feit dat ze leefden. Niet eens omdat ze zich slecht hadden gedragen. Maar Levi suggereert daar een klein beetje dat er inderdaad een vorm van alsof mensen die overleefden een ontzettend veel misdadiger mens waren en moreel verwerpelijk soort gedrag hebben vertoond. En veel meer dan anderen aankonden. En die dat oordeel is natuurlijk heel hard. En ook zelf... Onterecht? Levi zelf is natuurlijk ook een overlevende. Ja, Levi is zelf natuurlijk overlevende. Ja, mijn vader die heeft natuurlijk toch als opinie steeds verkondigd dat het toch echt wel heel erg aan het toeval te maken had. Ja. En ja, ik vind dat eigenlijk ook wel de meest acceptabele manier van kijken. Het was toeval dat hij in die groep terecht kwam van jongens die op de een of andere manier met elkaar ook in een verband moesten werken en zijn. En toch gespaard werden, veel langer dan anderen. Dat zijn allemaal toevalsdingen, die kun je natuurlijk nooit voorspellen. Maar ook hij schrijft, zij het zeer spaarzaam over bepaalde dingen die hij heeft gedaan waarover hij zich schaamt. Ja, dat wel. Dat blijft. Dat vind ik ook weer zo pregnant. Dat juist die paar kleine dingen waarvan je denkt, ja, maar wat moest die anders in godsnaam? Op het moment dat je in een situatie bent dat je gewoon, nou ja, met één hap brood al bijna een kwestie van leven en dood is. Een kwestie van leven en dood is. En dat iemand naast je net is overleden. Dat je dan iemands soep neemt. Of iemands soep of iemands brood opeet. Ja, dat voelt verschrikkelijk in een normale wereld. Maar als je het op dat moment doet en je schrijft er vervolgens op als een voorbeeld van iets waar je je eigenlijk over schaamt. Ja, dat vind ik eigenlijk een teken van gigantische morele grootheid. Ja, ik vind het eigenlijk zo begrijpelijk. In het gesprek met Sherry is ook de schaamte ter sprake gekomen. Hoe zou jij het verschil tussen schaamte en schuld in deze context definiëren? Nou, de schaamte gaat natuurlijk vooral om, ja, dat je dingen hebt meegemaakt die inderdaad te erg zijn. En die waarin je vernederd bent tot het bot. En om die te delen met de wereld. Die schaamte, dat is natuurlijk iets wat mijn vader enorm heeft getekend, denk ik. Ik denk dat hij daarom ook nooit met ons praatte. En ons... Hij wilde ons behoeden, maar het was natuurlijk ook... De schaamte om het te delen met de wereld, niet de schaamte dat je nog leeft. Nee, ik denk niet dat... Nou goed, het doet... Ja, het is natuurlijk heel erg ziek en verschrikkelijk om te ervaren dat iedereen met wie je ooit... die je kende, die je leven vormde, die je familie vormde en je veiligheid, dat iedereen verdwenen is, dat iedereen weg is, iedereen dood is, iemand over. Ja, hoe maak je jezelf dan weer tot een soort mens? Hoe bouw je dat weer op? Dat is natuurlijk heel moeilijk en ingewikkeld om daarover überhaupt. Ik kan niet eens voorstellen. Er is geen enkel eikpunt meer. Ja.
Dat is, en daar schaam je dan ook over. Ik heb zoveel passages weer teruggevonden waarin die... Een voorbeeld is dat hij bijvoorbeeld op de middelbare school dan weer komt. Nadat hij terugkomt uit het kamp. En dat hij aan het zwemmen is. En dat iemand naar dat nummer vraagt. Nou ja, ja, en dan is hij niet... En dan gaat hij meteen zich aankleden. En wil meteen weg. En wil er niks meer mee te maken hebben. Terwijl je ook al denkt... Heeft het nummer ook weg laten halen? Heeft later het nummer inderdaad laten weghalen toen hij... sowieso werd geopereerd en toen zei hij, haal het op, maar werkt helemaal weg. Hij wilde niet meer herinnerd worden. Maar die kinderen die vroegen daar gewoon eigenlijk heel, ja, zo heel naïef. Wat is dat? Oh, wat is dat? En zo. En hij ineens zegt hij dan ook, dan komt er een soort glazen wand tussen hem en die anderen. Ineens voelt hij zich zo alleen in een andere wereld. En dat is schaamte. En dan denk je, ja, waarom schaam je? Dat is toch niet jouw, dat is niet je schuld. Dat is toch niet jouw schuld? Maar toch is het schaamte. En dat is heel, ik vind dat heel moeilijk te begrijpen. Hoe dat in elkaar zit. Zelfs als dochter en schrijver. Hè? Zelfs als dochter van je vader en als schrijver die je ook bent. Vind je dat? Nou, ik vind het moeilijk. Ik vind het hartverscheurend. In die zin vind ik het... ik kan het navoelen, dat wel. Maar toch vind ik het... om uit te leggen hoe dat precies zo psychologisch functioneert... vind ik moeilijk te begrijpen. Snap je? Het is niet dat ik het niet voel. Ik voel het wel. Maar je kan het niet rationeel verklaren? Nee. Denk jij ook, San, dat aan het begin zei Ganna... Ik parafraseer even je woorden, dat het werk van je vader... dat nog over decennia zal worden gelezen. Iets wat ik ook hoop. Maar denk jij dat we over 20 of 30 jaar nog net zo over de oorlog praten? Waar we het tot nu toe over hebben. Ook. Als nu. Of denk je dat de Holocaust als moreel eikpunt, als het absolute kwaad, geleidelijk aan erodeert en wordt vervangen door andere kwaden en andere absolute grootheden? Oeh, ja, ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken. Maar ik denk, kijk, als eikpunt... het wordt steeds meer, nu de laatste generaties er niet meer zijn... en in ieder geval steeds minder zijn om er rechtstreeks over te getuigen... merk ik wel dat er dat het inderdaad meer een vertrekpunt is voor een zoektocht... dan dat die mensen zelf daar nog over aan het woord komen. En dat geeft het een hele andere dimensie. Als ik zie hoeveel toch ook meer vrijheid mijn generatie bijvoorbeeld heeft... om over de oorlog te schrijven en om daar onderzoek naar te doen. Wat bedoel je met vrijheid? Dat jouw generatie mag fictie schrijven over de oorlog? Iets waar jouw vader, meen ik, vrij op tegen was? Ik denk dat hij uiteindelijk toch dat was gaan doen. Als hij was doorgegaan, dat wel. Maar goed. Welke vrijheden doen? Dat bedoelde ik niet eens, maar dat er heel veel mensen bijvoorbeeld aan mij steeds opnieuw vroegen van die ouder zijn dan ik. Van nou, heb je niet heel lang moeten nadenken voordat je de namen noemt van NSB'ers. Als je zo aan het vroeten bent in die archieven en eigenlijk in mensenlevens en zoveel mensen daarover spreekt. En je hebt het bijvoorbeeld over schaamte. Wat doe je dan met die schaamte en alsof je daarin meegenomen wordt eigenlijk? En ik denk dat mijn generatie en zeker de mensen na mij daar veel meer vrijheid in zullen hebben. Dus, en dat zal dus ook hopelijk andere inzichten en andere perspectieven opleveren. Dus dat hoop ik wel degelijk. Er werden vragen aan mij gesteld waarvan ik dacht, oh, daar heb ik überhaupt niet over nagedacht. Dus dat mensen inderdaad letterlijk zeiden van... nou, ik keur dat af. Dat je bijvoorbeeld de namen, letterlijke namen van NSB'ers... om maar één voorbeeld te noemen. Dacht ik, nou, ik heb daar überhaupt niet... Over nagedacht? Ja, over getwijfeld. Omdat je dacht, die mensen zijn toch dood? Of omdat je dacht, het is een verdiende loon? Nee, totaal niet. Allebei niet. Ik denk gewoon niet dat je een moreel vertrekpunt moet hebben... als je met archiefwerk bezig bent... Dat is nou juist het streven naar weten. Ja.
is dat je nog niet op zoek bent naar dat punt van geloven, maar je bent bezig naar het streven naar weten. Onderzoeken. Je bent het onderzoeken en daar moet je werkelijk ieder moreel oordeel moet je daarvoor uitstellen. Ja. Mm-hmm. Mag ik nog één ding zeggen? Zeker, je mag alles. Ja, ik denk als je het verschil eigenlijk tussen fictie schrijven en niet fictie schrijven, dat zal ik nog even door te piekeren. Het is gewoon een discussie die in dit boek staat met Sam Dresden. Ja. Literatuurwetenschapper die ook literatuur heeft geschreven. Ja precies, over ja. Kijk, mijn vader die wilde inderdaad geen leugens verkondigen. Hij wilde niks mooier maken of lelijker of groter maken, omdat hij inderdaad bang was om mensen van zich te vervreemden en de wereld eigenlijk een leugen te vertellen. Maar denk je niet, zou me kunnen voorstellen dat hij heeft gedacht dat als je fictie schrijft over dit soort dingen, dat je dan juist gaat overdrijven. Omdat je dan mensen moet overtuigen van iets wat je misschien alleen maar in je hoofd hebt gezien. Terwijl hij natuurlijk altijd de burden had van de werkelijkheid. En daar eigenlijk net even onder wilde blijven. Hij wilde hem niet helemaal pakken. Hij wilde net een heel klein beetje onder het niveau van ergheid blijven om het bedrijf. En ik denk dat hij bang is van, dan heeft hij het dan niet over zichzelf qua fictie, maar over anderen die fictie. Hij had het dan bijvoorbeeld altijd een beetje iets tegen Sophie's Choice of Spielberg's Schindler's List. Dat zijn speelfilms. Ja, dat zijn. Ja, goed, dat zijn natuurlijk wel. Ja, Sophie's Choice is natuurlijk wel echt een boek. Maar juist omdat het zo overdreven is en het groter maken is nou precies datgene wat er in zijn optiek verkeerd aan. Hij maakt het eigenlijk kleiner, hij zegt de eerste. Hij maakt het kleiner. Hij maakt het kleiner en met extreem veel details, dat weer wel. Omdat hij tegen voyeurisme, omdat hij voyeurisme vreest? Omdat hij de positie, de lezer, niet in de positie van de voyeur wil plaatsen? Ja, omdat hij, en maar vooral natuurlijk inderdaad wat mijn zusje net zei over de revolutionisten niet in de kaart spelen. Ja. Hè, dat je niet wil zorgen dat er dat soort dingen, dat natuurlijk ook. Maar ook, ja. Het zei Marcel ook krachtig. Ja, krachtig. Schreef alsof de revolutionist over zijn schouders. Zou er meekijken, ja. Maar ik heb ooit, mijn 4 mei lezing ging over dat hij begon met dat kleine briefje aan de Wiedergutmachung over alles wat hij had meegemaakt. En dat was echt zo'n heel kaal, vreselijk rijtje van, nou ja, ik was eerst in dat kamp en dat en dat. Toen moesten we de gele. Ja, echt, zo, het is echt hard, het is gruwelijk, maar het is heel kort en het is zo. Ja, het is een opsomming. En hij wilde zelfs daar niet overdrijven. Ja. Terwijl daar hing heel veel van af. Dus het is ook een soort correctheid die ik bijna typisch Duits-Jood zou willen noemen. Ja, oké. Okay. Dat zou kunnen. En de jekken, de uitgestorven jekken. En ik wil eigenlijk, dat is ook, want dat is wat een van de redenen, een van de dingen die ik vind dat het werk van je vader zo uniek maakt in de kanon van de kampliteratuur, is dat hij ook zoveel schrijft over de vooroorlogse tijd. Een aanzienlijk deel van zijn werk gaat over zijn jeugd in Baden-Baden. Een kuuroord in het Zwarte Woud. En hij beschrijft eigenlijk hij noemt het ook bourgeois. Hij komt ook over in zijn beschrijving als een verlegen jongen, de hond. Mm-hmm. De hond is zijn beste vriend. Mm-hmm. En ook wat mij ongelooflijk raakte, is ook hoe Duits die familie was. Ik wil toch hier een stukje voorleggen. Over een avond in Baden-Baden, ergens in de jaren 30. Het toverwoord Bayreuth legt iedereen het zwijgen op. Oom Jacob en mijn vader slepen zware fauteuils voor het radiokastje waarop de nieuwe blauwpunt Superhead staat. En weldra dreunen de Walkuren, de Meisterzinger of Elsa van Brabant door de eetkamer. Mm-hmm. Ik weet dat wij hebben ook even gecorrespondeerd over de vraag hoe Duits jouw vader na de oorlog nog wilde zijn, nog was. Wat is overgebleven van die. Want hij was natuurlijk eigenlijk, dat is natuurlijk ook de ongelooflijke tragedie van die jekkers, van de Duitse Joden, die bijna geheel zijn verdwenen. Dat zij dachten Duits te zijn, zoals andere Duits en Joods, als andere Luthers en Duits waren, of katholiek en Duits. Mm-hmm. En hoeveel Duitsheid in jouw vader heeft de oorlog overleefd?
Ja, jouw inleiding schrijf je dat het eigenlijk ontslapen is in Theresienstadt. Dat is een fantastisch. Ik zal het niet nog een keer voorlezen. Maar, dat is ongelooflijk eigenlijk wat daar wordt beschreven. Dat heb ik ook nog nooit ergens anders gelezen. Ik zal je dat kort even vertellen. Deurlacher beschrijft, was een klein jongetje in Theresienstadt. Zoals u weet, geen vernietigingskamp, een doorgangskamp. Ook een kamp, eigenlijk een kamp voor bevoorrechten onder andere. Hoewel het natuurlijk een kamp bleef, maar veel Duitse Joden waren daar. En hij beschrijft dan ergens hoe in een hol, onder in een kelder, allemaal mannen samen zijn gekomen. En hij denkt, nu hoor ik nieuws over het front, over het verloop van de oorlog. En dan hoort hij, er staat een man ergens op een zeepkist en die zegt, meine Damen und Herren, heute reden wir über die Lesung, über Fichte. En dat is eigenlijk, ik denk, is voorbij. Duitse Joodsheid, die Joodse, dat bestaat niet meer. Dat is daar ontslapen. Maar ik vroeg me, jouw vader heeft de oorlog overleefd. Dus misschien heeft het ook een zekere Duitsheid. Ja, ik hoorde hem net ook weer Duits praten. Hij praat natuurlijk accentloos Duits. Ja, en heel mooi Duits. Heel zacht en beetje zangerig bijna. Maar het grappige was dat ik, doordat jij dat zo geschreven had in de inleiding over hoe hij dat dan waarschijnlijk de laatste stuiptrekkingen van de Duitsen waren, dat er toch weer na de oorlog een moment komt dat hij het over, volgens mij heeft het over Heine en over Morgenstern. En dat hij dat gedicht op school ineens uit zijn hoofd nog weet. En dat prachtig declameert in de klas tot iedereen's enorme verbazing. En dan is het ineens weer heel... En Nathan der Weise, dat hij daar zoveel gevoel nog voor heeft. Dus het is niet helemaal ontslapen in hem. Dat is niet zo. Volgens mij was het er nog steeds. Maar het was natuurlijk met heel veel weemoed en ook pijn omgeven. Maar het was er nog wel. Al die oude liefdes voor die muziek. Die... Luisteren jullie nog naar Wagner? Nee, Wagner is inderdaad wel... Ja, maar dat kwam ook wel een klein beetje op. Mijn grootvader was een operazanger. Hè, en mijn vader was helemaal niet zo... Ja, had het best moeilijk met zijn vader. En die wilde altijd dat zingen. Dat had iets heel akeligs voor hem. Dus ik denk dat hij dat ook totaal met elkaar associeerde. Wagner. En ik heb ook heel veel boeken gevonden nog. Muziekboeken. Met partijen waarin mijn grootvader dus in rood zijn rol had aangemerkt. Dat zijn echt die hele, hele erge Wagner-opera's. Dus, en daar was hij niet blij mee. Niet blij mee. Ging je als kind met je ouders naar Duitsland? Ik ben één keer... we gingen altijd via Duitsland naar op vakantie. Dus, we zijn ook wel een keer in Baden-Baden geweest met z'n allen. En ik heb een keer met mijn vader en mijn zusje in een week in het Schwarzwald doorgebracht. En dat was geweldig. Het was echt zo'n Duitse vakantie. Ik aanbevelen, ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Ben je eigenlijk nog opgegroeid met het idee dat de Duitsers de vijanden waren? Of was dat al voorbij? Nee, dat is nog wel mijn generatie. Zeker, ja. Maar ik denk dus inderdaad dat zo ongeveer bij mij... dat daar die breuk wel... ik vind het een redelijk harde breuk ook wel. Want als ik mijn eigen kinderen daarover hoor... of mijn pleegdochter in de 20... Je hebt daar een hele andere zienswijze over. Nee, maar ik ben wel echt nog van de generatie dat alles verhoudt zich tot de oorlog. Dus is ook altijd... geen Duitse auto's? In ieder geval natuurlijk alles wordt daarnaar herleid in die zin dat wat deden mensen daadwerkelijk in de oorlog of wat zou diegene hebben gedaan in de oorlog. En daar, dat is dan het startpunt. En ik heb wel het idee dat dat echt anders is in de generatie na mij. Is dat misschien ook een bevrijding? Oh, dat is een goede vraag. Weet ik niet. Het is namelijk wel echt een hele wezenlijke vraag. En het besef van geweld en... de processen daarachter en dan daar natuurlijk het belang van het vooroorlogse, dat hele stadium. Als dat alleen nog maar een soort theoretisch vertrekpunt is, ik weet niet of dat dan...
Nou, nog wat ik net zei. Je moet ook daar positief over zijn. Hè? Dat de generatie na ons juist ook weer tot eigen inzichten gaat komen. En tot eigen wijsheden. Dus daar moet ik ook niet pessimistisch over zijn. Ik wil dit gesprek afsluiten met iets wat je vader eigenlijk als een hoopvol punt noemt. En dat doet hij in een gesprek met een film eigenlijk met Wim Keyser. En dat gesprek is ook in dit boek opgenomen. Wim Keyser vraagt dan aan je vader, aan Deurlacher, en als je praat over Birkenau. En dan zegt hij, daar was nauwelijks meer sprake van dat soort dingen. Er was een man van wie ik de achternaam nog steeds niet weet. Nee, geen man, het was een jongen. 3 jaar ouder dan ik, die op het gymnasium gezeten had. Ook dat was een soort lichtpunt, want die jongen kende de Räuber vrijwel uit zijn hoofd. De Räuber is een van Schiller. Hij citeerde dat en citeerde gedichten. Hoe hij dat onthouden heeft in die situatie weet ik niet, maar voor mij is die herinnering een lichtpunt. Het grappige is natuurlijk ook bij Levi hebben we Dante. Mm-hmm. We hebben van Nico Rost, Goethe in Dachau. Hoe verklaar je dat een medegevangene, een medestervende, iemand van wie je weet dat je eigenlijk beide ten dode bent opgeschreven, dat je het als lichtpunt ziet dat iemand nog Schiller, de held van de vijand, mm-hmm, een van de helden van de vijand, kan mm-hmm citeren? Omdat het mooi was en omdat het troost gaf en omdat het iets anders was dan waar ze op dat moment in zaten. Omdat het verheffend was voor hem. En het een wereld vertegenwoordigde waar die hoop zag. Zoiets zal het zijn. Heeft voor jou, ook als lezer, want dat ben je natuurlijk ook, literatuur, of het nou Schiller is of wie dan ook, ik weet niet wie jouw helden zijn, literaire helden, kan je voorstellen dat dezelfde kracht heeft? Heeft het in een volstrekt andere situatie, in onze werkelijkheid, voor jou soms zo'n kracht? Literatuur? Ja. Kan zij ons redden? Zoals zijn lichtpunt, het redden gaat te ver, maar toch een lichtpunt vind ik al een soort van redding. En je vader neemt het woord in dit interview het woord lichtpunt in zijn mond. Nou, weet je. Redden. Ik wou dat ik meer uit mijn hoofd kende, maar ik denk dat het wel echt een... Ik zou zonder boeken het wel een heel kaal wereld vinden. Een hele kale en onbegrijpelijke wereld. En ik ben heel blij daarmee dat het er is. En ik, nee, inderdaad, tuurlijk, ik wil boeken, mijn god. Stel je voor dat er helemaal geen verhalen en niet mensen... Dat je de hoop krijgt doordat je mensen leest dat er anderen zijn die ook voelen en pijn hebben en dingen meemaken en alleen zijn. Alleen al dat. Ja. Ja. Sluit jij je daarbij aan of zie je dat? Nee, zeker. Kijk, uiteindelijk de hele het onderzoek, van mij zeker, naar die oorlog is waar liggen dan die grenzen van mens en menselijkheid? En als je het dan hebt over nog een bewustzijn hebben. Bewustzijn van het zelf, een bewustzijn van het ander, bewustzijn van schoonheid, van goed, van kwaad. Mm-hmm. Kijk, daar liggen die grenzen, liggen daar ergens. Dus nee, ik begrijp dat hij dat zo omschrijft. Omdat je door die literatuur, door dat te citeren, door dat daarvan te kunnen genieten, een mens blijft. Of wie een mens wordt. Ja, daar zit in ieder geval wel nog zeker een mens zijn in. Ja. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor het gesprek. Ik stel voor dat we 1 keer per maand samenkomen en Schiller uit ons hoofd. Oké. Als je meer uit je hoofd. Je bent ook welkom als je meer uit je hoofd. Iedereen die meer uit zijn hoofd wil leren is welkom bij deze. We hoeven het niet alleen in het Duits te doen, we kunnen ook Nederlandse vertaling bij doen. Dankjewel. Oké, jullie ook. U gaat nu luisteren naar een stuk, naar een tekst van Deurlacher, voorgedragen door zijn dochter Eva. Ja? Mag ik, of verder introductie is niet nodig, toch? Nee. Waar je wil, maar ik ga maar staan. Ja, als je dat zou willen doen. Ja. Nou, ik wou een stukje voorlezen uit mijn vaders boek De Zoektocht. En ik vind dat een heel treffend stukje, want dat is eigenlijk het stukje waarop hij beschrijft hoe hij voor het eerst de tekenaar
ontmoet die de omslag voor het boek heeft gemaakt. En dat is Yehuda Bacon. En waarom het mij altijd zo trof, omdat mij altijd de vraag enorm bezig hield: hoe heeft hij de kracht kunnen opbrengen om überhaupt dit te willen overleven? Want dat is natuurlijk een gigantische vraag. Waarom wil je dit überhaupt overleven? En de kracht op te brengen om het te willen overleven, dat is doordat er toch nog liefde is, of omdat er toevallige ontmoetingen zijn, dat er hulp is en dat mensen elkaar toch ondanks alles wilden steunen. En de kracht van creativiteit. En dat vind ik zo mooi. Dat zijn eigenlijk de overleefkrachten waarom mensen überhaupt de moeite nemen om zo verschrikkelijks door te komen. En na de oorlog nog door te willen leven. En een van die toevalligheden en van die ontmoetingen was het, is dit stukje waar die... ik ga even mijn leesbril op doen. Mijn vader zit dan in Yad Vashem. En hij is allemaal levend verslagen aan het lezen van mensen die het overleefd hebben. En hij is helemaal gebiologeerd die boeken aan het die verslagen aan het lezen. En nou, hier gaat het. Gebiologeerd lees ik verder hoe zijn verhaal evenwijdig met het mijne loopt als spoorrail naast spoorrail. Begin 1944 raken de verhalen elkaar tijdens de laatste selectie in het ten dode opgeschreven familienlager, als wij met meer dan 100 andere jongens naakt en stijf van angst voor Mengele staan. Zijn woorden branden in mijn ogen. Ik zie wat hij zag, wat ik zag. Door mijn tranen heen lees ik verder, herken ik elk detail en voel toch vreugde en dankbaarheid in mij opkomen. Hij heeft het overleefd, o God, laat hem nog in leven zijn. Ik gun mij geen tijd om door te lezen en ren als een dwaas de gang in op zoek naar mijn wijze raadgever. Dat was de archivaris. Hij immers wist wat ik zocht. En bijna kinderlijk vertrouw ik erop dat hij de doodgewaande weet te vinden. Weer zit ik in de kamer met kasten en archiefmappen. Het etmaal dat sedert ons eerste gesprek verstreken is, lijkt een maand. Met opgetrokken wenkbrauwen vraagt hij of ik het hele dossier nu al heb doorgewerkt en hakkelijk vertel ik over mijn vondst. Hij remt mijn opgewonden relaas met een sussend handgebaar en naast onmerkbare glimlach strijkt hij over zijn gezicht. Zonder omwegen zegt hij: en nu wilt u weten of hij nog leeft? Sprakeloos knik ik en lees het antwoord van zijn mond nog voor hij het uitgesproken heeft. Yehuda leeft. Yehuda is een kunstenaar van formaat geworden. Hij woont in Jeruzalem en is gezond en is getrouwd. Heeft kinderen, heeft ons verleden vastgelegd in verf en zwart crayon en is een graag geziene vriend op deze plaats. Uit de hoorn komt de gedempte mannenstaam die de harde Hebreeuwse klinkers met middel-Europees accent verzacht. Mijn aarzelende aanhef in het Duits klinkt ongepast, maar is nu onvermijdelijk. Aan de andere einde van de lijn hoor ik snel ademen. Struikelend over mijn woorden praat ik in de kom van mijn hand. Woorden die alleen voor hem bestemd zijn. Ieder ander zou ze kunnen misverstaan. Na weinig zinnen onderbreekt hij mij. Fluwelig, Tsjechisch-Duits, hees van emoties, ongeduldig, alsof de telefoon een hinderlijk obstakel is. Wij moeten elkaar zien, elkaar spreken, zonder verwijl. Hij dicteert zijn adres, tracht de route uit te leggen. Raakt verstrikt in zijn beschrijving, drinkt aan een taxi te nemen. Ik sla even een stukje over. En dan opeens sta ik voor het huis van Yehuda, die hij beschreven heeft. Herkenbaar aan een scheefgezakte pergola begroeid met wijnranken. In de schaduw ligt een kleine witte hond om rustig te dromen. Ik aarzel om de tijd weer in beweging te zetten. Verman mij en druk op de belknop. Schel, keffend, schrikt de hond wakker. Verscheurt de schilte. Check it, roept de mannenstem aan de zijkant van het huis. Nog voor ik hem zie, hoor ik vragend diep mijn naam roepen. Gerhard! Ik ga op de stem af, zie hem staan. Kleine, levendige blauwe ogen. Zijn haar vol en nauwelijks grijs. Zijn gezicht haast jongensachtig. Met uitgestrekte armen komt hij op mij toe. Gerhard! Nu geestdriftig hoger. Shalom! Tranen wellen in mij op.
Nou, dit is dus het verhaal van dat hij Yehuda voor het eerst treft na 60 jaar. Of dan 60 jaar, en waar jij de film van hebt gemaakt. En ik vond het zo bijzonder om... ik spreek hem nog steeds vaak, maar ik dacht, we gaan hem nu levende lijven zien, want hij leeft nog steeds. Maar het is een uur later in Israël, dus we hebben een filmpje opgenomen wat we nu gaan zien. Even kijken. Komt-ie? Het gesprek wat jij net gehad hebt met Yehuda, toch? Ja, klopt. Ja. En ik wou nog even iets bij zeggen. Het zijn drie kleine stukjes. En dat laatste stukje beschrijft hij, want hij was... Hij was de waarnemer. Hij keek. Hij keek wat hij zag. En hij dacht, ik moet het overleven, want ik moet kunnen navertellen wat ik daarna zag. En hij hield zelfs gesprekken met de mensen van de Sonderkommando's. En die man vroeg, waarom wilt u dat weten? Want niemand komt hier levend uit. En hij zegt, nee, ik wil het weten, want als ik eruit kom, wil ik het na kunnen vertellen. En dat zegt hij als laatste opmerking. Dus als het... Daar gaan we nu naar kijken. Dankjewel. Hey! Hey! Oh, Eva! Hello! What? You're not, Nachon? Yehuda is laughing at you. He says, soon you're going to start crying. Do you remember that moment that he arrived by taxi and you saw him for the first time? How was that? It was a surprise for everyone. But I took it calmly because I was used to it, that people are coming and asking me questions from all these times, which is not so easy always to answer. But we at once, everything was clear to both of us. But for him, it was a great surprise. He didn't dream about it, that there is still another survivor. But then, through all kinds of little stories, he said, it must be him. Can you tell me, who are they? Who are they? What are you drawing? I'll explain you very simple. I wrote underneath, to the people who gave me back the belief in human beings. Well, you know, so now what this picture should show. Here you see somebody is dead, yes, lying. The blue child, that should be me. But a man in this yellow here takes me out from the camp and brings me to the palm. It's like a symbol for Israel or for the future. He takes me from the darkness to light. You see, he holds me by the hand and takes me. And many people ask me, what does it mean? And I said, well, this man was really a half saint. He was not a Jew, but he took care for all children he could. If they were Polish or German children, they were also, he cared for all the children and saved hundreds of them. It was very dangerous. And for him, I made these drawings. Underneath is written to the memory of that what happened, yes? As a thank you. And later on, Yad Vashem used this as an idea of hope. And yes, that we have to have the hope to continue to live. It wasn't so easy at the time. There are many, many stories. And they said, I was at that time 14 years or something. And they said, what you do with it? So I told them, look, tell, and I was like somebody who is reporting. I didn't know anything, what does it mean, reporting or writing down. But I said, who knows? Maybe I will come out of here. But he said, nobody came out of here alive. Don't make yourself illusion. But he said, who knows? Please do tell me everything. And I was asked, the man from the Sonderkommando, please tell me the stories. And slowly I got out everything from him. I told him, look, if by any miracle I survive, I will write about you and your work
And I will tell it as much as I can further on, that people should know. And I said, I promise you, I will do it. I will do my best. If I survive, everyone knew nobody will survive. But I encouraged him to tell me. Thank you well for this. Voor het fragment met Yehuda. Het is een uitzonderlijk verhaal wat hij vertelt. Ook omdat eigenlijk de leden van het Sonderkommando waren volstrekt afgezonderd van de andere gevangenen. Dus het is een heel bijzonder. Het is bijzonder dat het hem gelukt is met iemand van het Sonderkommando te praten. En in de film van Sherry komt Yehuda ook voor. Voor we overgaan tot de uitreiking van het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave van het werk van G.L. Deurlache, wil ik het publiek de gelegenheid geven om aan een van de sprekers vandaag een vraag te stellen. En een vraag is echt een vraag. Ik zeg het voor de zekerheid nog een keer bij. Geen verhandelingen, geen referaten, geen commentaar en meningen. Een vraag is kort en eindigt met een vraagteken. Ja, ik zie. Als u even wacht, loopt iemand. Jante loopt. Ja, ik heb al een harde stem. Nou, oké. Okay. Dat mag. Ja, we hebben heel veel over schaamte gehoord. Dan komt nu de microfoon. Of dat woord, dan zal ik zachter spreken, of dat het enige gevoel is. Want het is ook angst. En dat was bij Gerard natuurlijk ook in hoge mate aanwezig. En ik behoor gedeeltelijk tot de groepering waar we het vanavond over hebben. En die angst is eigenlijk wel altijd aanwezig. Laat het niet weten. Laat ook niet weten dat je iets met Joden te maken hebt. Dat klinkt heel gek. Ik heb met Gerard dus een discussie gehad. En die zei, God, als het nou weer zou gebeuren, wat zou je dan worden? Welk geloof zou je dan willen hebben? Een onzinnige vraag eigenlijk. En die zei, nou, ik denk dat ik Rooms-Katholiek word. Zou je dan niet Jood willen worden? En toen kwam het wat ik toen zei. Jood is voor mij dood. Eigenlijk kan het toch niet? Zei ik. En was hij, ja, en dat kon Gerard ook volgen. En dat is wat. En het niet willen geloven ook van dingen die gebeuren. Ik heb net het boek van Milo Amsterdam gelezen: Kruis of Munt. En daar is een Joodse gemeenschap in Amsterdam. En die wil niet geloven wat ze allemaal al horen. Want dat kun je niet geloven en dat mag je eigenlijk ook niet geloven. En dat is het trieste eraan. En daarom kwam ik tot het idiote antwoord. En ik heb daar nog een hele vreselijke discussie over gehad. Die helemaal niet prettig was. Dat kan ik je vertellen. Hebt u ook een vraag of was dit? Oh nee. Nee, oké. Okay. Of dat niet. Want ik vraag dat, ja, ik vraag het aan, ook aan Jessica misschien. Ook aan, of dat dit element niet ook een geweldige rol speelt. De angst. Dat je het weer kan overkomen, dat je erbij hoort. Liever niet. Hè? En zo, dat is een vraag. En dat, ja. Kan je dat doorleven? Misschien kan Jessica, wil je er nog iets op zeggen, Jessica? De angst. Die was er, denk ik, bij mijn vader. Zeker. Voor van alles was er angst in ons huis vroeger. En zeker. En voor dat er met ons iets gebeurde. Dat er weer een oorlog zou komen. Dat hij zelf iets zou. Er was voortdurend angst natuurlijk. En ook het feit dat hele Jodendom bij ons eigenlijk niet werd gevierd of beleden. Eigenlijk durfde hij dat niet. Nee, dat is waar. Dat is wel waar. Hij durfde het Jodendom niet te beleiden? Nee. Nee. Hij zegt in een van zijn laatste, dat staat ook in, zegt hij over het Joods zijn. Dat trof mij wederom. Het is eigenlijk een nare notitie, maar of ik het wil of niet, ik ben een Jood. Ik ben net een koe die een brandmerk op zijn buik heeft. Werd hij wel steeds meer. Het liep er wel steeds warmer voor het Jodendom. En als het erop aankwam. Ja. Voor het religieuze Jodendom of voor de traditie? Als het erop aankwam, dan wilde het wel zijn.
Hij wil, als er ergens een keppeltje nodig, als er een of andere bijeenkomst was waar iets religieus of iets plechters, dan wilde hij toch zijn keppeltje op. Dat was altijd, iedereen was dan verbaasd. Hey, heeft Gerard een keppeltje op? En dan, ja, dan voelde hij zich toch verbonden met het Jodendom. Ja. Hebben jullie vroeger Joodse feestdagen gevierd of totaal niet? Chanukka. Ja, de lichtjes. Dat is ook een van de leukste feesten. Ja, dat kan je rustig vieren. Kan ik iedereen ook aanraden. Zijn er nog vragen? We niet altijd. Deze mevrouw? Ja, als u even wacht op de microfoon. Wat mij frappeerde is die uitspraak dat Duurlacher er zo moeite mee had. Dat Levi had gezegd over de beste overleefde niet. En mijn moeder, die uitspraak ken ik dus van mijn moeder, die dan Theresienstadt heeft meegemaakt, dus niet Auschwitz. Die zei dat ook diverse malen. De beste overleefde niet. Dus dat schuldgevoel dat je het had overleefd, ik denk dat dat vrij algemeen is of vaker voortkomt bij Joodse overlevers. En zou het dan niet zo kunnen zijn dat Gerard Duurlacher dat deep down ook had, dat schuldgevoel? Dat hij dus overleefd had, maar dat hij daarom zich zo ergerde of zo opwond over die uitspraak van die Primo Levi. Maar goed, dat is even een veronderstelling. Oké, misschien wilt u daar iets over zeggen? Ja, ik wil zeggen dat natuurlijk had hij dus dat overlevingsgevoel. Waarom heb ik overleefd? En het geeft ook een verplichting. En dan moet ik ook beter zijn dan iemand anders, want ik heb overleefd, dat is niet voor niks. Dus hij was voortdurend toch op zoek om te studeren, om te vinden hoe het heeft kunnen gebeuren. Dat was een van de eerste dingen die hij met de studie wou. Met de studie sociologie was eigenlijk ook een studie om te kijken hoe heeft dit kunnen gebeuren. En dat, hij had toch voortdurend de drang om dit te bestuderen en dit uit te vinden en er iets mee te doen. En dat is tenslotte, is hij die verhalen gaan schrijven, ook als getuigenis en ook om te vertellen wat er gebeurd was. Dat was een soort, ja, toch. Maar ook omdat hij als socioloog niet uitkwam. Ja, sociologie gaf dus de studie van de menselijke maatschappij en de menselijke verhoudingen. En dat is een studie en die gaat verder. En dat, hij hoopte in deze studie, ook van geschiedenis natuurlijk, te ontdekken hoe het heeft kunnen gebeuren. Hoe kan dit tot stand komen? We hebben les gehad van Presser en over de Weimarrepubliek. En hoe dat langzamerhand opkomt. Dat nazisme. En hoe dat mogelijk is. Dat interesseerde me mateloos. Begrijpelijk. Ja. Een laatste echte vraag misschien? Van iemand voor we een echte vraag, de echte vragen. Nee? Ja. Oh, dit zijn vaak de beste. Het gaat over die drenkeling en over dat zondagskind. Ik vond het zo verbazingwekkend dat die boekjes zo, ze deden me ontzettend aan elkaar denken. En ik vroeg me af, wie heeft het eerste geschreven? Gerard de Drenkeling of Zondagskind, ja. Wie heeft het eerste geschreven? Dat. Ik weet niet eens meer wanneer de Zondagsjongen heet het bovendien, maar goed. Dit terzijde. Ik weet niet wanneer het verschenen is. Ik denk in de jaren 80 en de Drenkeling. Drenkeling is toch later? Ja. Ja, ik veronderstel dat Gerard eerder was. En dat gun ik hem ook van harte. Laat daar maar op houden. Duurlacher was eerder. Dat is een mooi antwoord. Dan wil ik eigenlijk nu overgaan tot het allerlaatste deel van deze avond. Dat is de uitreiking van het eerste exemplaar. En Patricia de Groot van Uitgeverij Querido zal die uitreiken aan de kleinzoon en aan de vrouw van Gerard Duurlacher. De kinderen. Oh, dan ben ik verkeerd. Het gaat helemaal goed komen. Ja? Of is goed? Oké. De kinderen. Lieve familie, vrienden en overige dames en heren. Ik hou het kort, want wat kan iemand na dit persoonlijke bewogen programma hier nog aan toevoegen? Je kent het verhaal, de geschiedenis, toch raakt het je steeds opnieuw als een mokerslag. Het doet me veel dat ik Gerard Duurlacher zelf aan het woord zag in die filmbeelden. Ik heb hem helaas zelf nooit gekend.
wat een gemis is. Maar hoe speciaal is het om hier vandaag op zijn 25e sterfdag met zijn familie een nieuwe uitgave van zijn werk te mogen presenteren. En hier is het, jullie zagen het net al eventjes op het beeld. Uitgeverij Querido is er heel trots op dat wij zijn werk uitgeven, nadat Meulenhof dat altijd heeft gedaan. Maar Emmanuel Querido, de in Sobibor omgebrachte oprichter van de uitgeverij, die ook de exiluitgeverij Querido Verlaag had opgericht in de jaren 30, waarin hij Duitse Joodse schrijvers die entartet waren uitgaf, hij zou er volmondig mee hebben ingestemd. Trots ben ik ook dat Arnon Grunberg het voorwoord heeft geschreven en bij deze uitgave Deurlachers werk voor die hopelijk vele nieuwe lezers introduceert. In het essay zet Arnon zijn gedachten uiteen over de vraag hoe je over de ergste verschrikking kunt schrijven en hoe literatuur over het kamp beoordeeld kan en mag worden. Het kwam al eerder ter sprake vanavond. Mijn grote dank voor de samenwerking gaat uiteraard uit naar mevrouw Anneke Deurlacher en naar dochter Jessica. En op hun beide verzoek reik ik de eerste exemplaren niet aan hun uit en ook niet aan de andere dochters, Ganna en Eva. Maar de vier eerste exemplaren die gaan naar de nieuwe generatie. Zij die het nou gaan lezen en doorgeven. Vier kleinkinderen van Deurlacher. Moos en Solomonica de Winter en Roxanne en Pipa de Beaufort. En ik vind het heel leuk als jullie eventjes naar voren komen om de exemplaren in ontvangst te nemen. Ook omdat ik eventjes zag dat Arnon het boek nog niet had, wil ik jou toch ook heel graag een grote dank voor. En dan geef ik nog heel kort even het woord door aan Moos die iets wilde zeggen en vervolgens ook nog kort aan Anneke. Ja, namens de kleinkinderen zijn we heel blij dat we de eerste exemplaren mogen ontvangen. En dat de verhalen van mijn opa weer in druk zijn. We hebben onze opa nooit gekend. We kennen hem alleen van foto's en verhalen en ja, van zijn boeken natuurlijk. Mijn moeder vertelde me dat mijn opa vaak thuis niet sprak over de oorlog. Het was te pijnlijk. Net zoals velen die ook zijn lot hebben ondergaan, was het ook nog te rauw en het werd niet gedaan thuis aan de eettafel. Ja, hij heeft zijn trauma's en zijn leed verwerkt in zijn boeken. En daardoor zijn zijn woorden en geschiedenis vereeuwigd. Het is heel droevig dat hij zijn kleinkinderen nooit heeft mogen zien opgroeien. Hij heeft mij alleen als baby leren kennen. De enige troost die het biedt is dat hij wel de komst van de derde generatie heeft meegemaakt. En toen ik geboren werd, zei hij, ze hebben ons er niet onder kunnen krijgen. Dat is mijn opa. Dankjewel. U wilde nog iets zeggen, toch? Ja. Nee, dan bent u niet te verstaan. Of, dan komt de microfoon uit toe. Ja. Ja, vandaag, 2 juli, 25 jaar geleden, stierf mijn man. Maar vanavond was hij weer volop aanwezig. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik wil danken degene die de beelden hebben mogelijk gemaakt die we vanavond hebben kunnen zien over hem, van hem. En jullie die over hem met woorden aan hebben gewijd. En ik wil de uitgeverij Querido bedanken, omdat ze dit prachtige boek hebben uitgegeven. En speciaal ook
dat de Querido de uitgeverij is bij wie, wat al vermeld is, exilliteratuur kon worden uitgegeven in de 30e jaren. Gerard zou dat heel eervol en zou er dankbaar voor zijn geweest. Dat weet ik heel zeker. Dus het was een fantastische avond. En ik dank jullie allemaal dat jullie er waren. En ik hoop dat de boeken nu ook weer meer gelezen gaan worden. Dankjewel. Daarmee is de avond geëindigd. Dank voor uw komst. Dank aan de sprekers Marcel, Roxanne, Jessica, Sherry, de familie Deurlacher. Ben ik iemand vergeten? De Bali. Patricia natuurlijk. Zoals u al zei, ik hoop ook dat u het werk van Deurlacher gaat lezen. En zoals Jessica terecht zei, het wordt tijd dat we weer meer uit ons hoofd gaan leren. Dus doet u dat ook en begint u, zoals Deurlacher al zei, met Schiller. Al dan niet in het Duits. Een goede zomer, prettige avond. APPLAUS